Goedenavond. Welkom bij Droomland. Dromen over de dood, dat lijkt een stuk griezeliger dan het in werkelijkheid is. Want wist u dat de dood in uw dromen vaak juist een heel positieve betekenis heeft? Vanavond dus veel dromen met moord en doodslag. Karin Wildschut, dat is bij jou ook het geval, hè? Ja, ik heb regelmatig dromen over mensen die me willen vermoorden, dieren die me willen vermoorden. De meest gruwelijke wijze. Wordt zelfs door gehaktmolens gedraaid. Jij zelf door gehaktmolens? Ja, dan moet ik op een of andere manier. En toen was ik het zo kotsbeu dat ik echt helemaal ziek werd van die dromen. Toen ben ik naar een paranormale beurs gegaan. Die zeiden tegen mij, je moet jezelf gewoon eens een keer dood laten gaan. Nou, dat heb ik... In je droom, neem ik aan. Ja, oké. Ja, pardon. Ja. Dat heb ik toen inderdaad ook laten doen. Nou, het gevolg was dat ik gewoon met een groot gat in mijn buik rondliep. Maar de dromen blijven gewoon doorgaan. En ik word nog steeds op de meest gruwelijke wijze vermoord door wie dan ook. Vreselijk. Dat is inderdaad niet leuk, nee. Valerie Zwikker, je hebt ook een hele gruwelijke droom, hè? Ja, klopt. Ik loop van mijn school naar het park, wat ik normaal dan nooit doe. En ik zie daar ineens mijn oma staan. En mijn oma is heel hekserig, met een kromme neus en wilde haren. En ik versnel mijn pas, ik zie dat ze me achtervolgt. Dus ik ga naar mijn huis en ik bel aan en daar doen vreemden open. En ze laten me niet binnen, dus dat gebeurt ongeveer 4 keer. En dan bel ik weer aan en doet mijn moeder open. En die zegt vervolgens, ja, wat is er? Ik zie aan haar ogen dat ze mij niet herkent. Ze weigert me om binnen te laten, dus ik vlucht opnieuw voor mijn hekserige oma natuurlijk. En ik ren vervolgens de garage in en sta met mijn rug tegen de muur. En op het moment dat mijn oma me toesteekt, word ik eigenlijk wakker. Vreselijk. Ja. Wat is de betekenis van de dood in onze dromen? We vragen het aan onze droomdeskundige, psycholoog Wolf van den Hoek. Wolf, als we doodgaan in onze dromen, of nog erger, als we op gruwelijke wijze vermoord worden, moeten we ons dan zorgen maken? Nee, meestal gelukkig niet, zou ik zeggen. Want het zijn maar symbolen, weliswaar belangrijke symbolen. We moeten het niet letterlijk nemen. Kijk, als we dromen dat we het raam uit kunnen vliegen, denken we toch ook niet dat we dat de volgende dag echt kunnen. En zo zit het met die dromen ook. Het staat vaak voor het loslaten van een bepaalde periode in je leven, of het loslaten van een bepaalde persoon, of van een bepaalde situatie. En pas als je dat loslaat, dan is er weer ruimte voor een nieuwe periode in je leven. En vaak slaat het op hele concrete dingen. Als je baan verliezen of gepensioneerd raken of verhuizen of je relatie beëindigen. Dat soort concrete dingen. Maar het hoeft niet altijd negatief te zijn. Nee, zeker niet. Kan positief zijn. Ja. En de dromen van de dames, hoe zit het daarmee? Ja, ik kan me voorstellen dat u niet zo graag meer naar bed gaat iedere avond als dat soort, als dat soort dromen in het vooruitzicht liggen. En ik moet u zeggen, het zijn wel symbolen, maar wel hele belangrijke symbolen. En dood, moord begaan of vermoord worden, dat staat beide symbool voor destructiviteit. En het lijkt wel alsof er in uw leven iets gebeurd is. Het herhalen van die droom duidt er ook op dat u als het ware gevoelsmatig vermoord bent ooit. De herhaling is ook een manier om met die nare gevoelens klaar te komen. En ik kan me voorstellen dat u ook kwaad wordt door al dat soort dingen. En dat u die kwaadheid wil afreageren, dat u wraak wil nemen. Zowel wraak op uzelf, of het keert eigenlijk tegen uzelf, maar het keert ook naar de anderen. En u zou eigenlijk moeten proberen om het los te laten. En in die zin vind ik eigenlijk dat advies van die paranormaal adviseur niet zo goed. Die zei, laat je maar vermoorden. Ja, als het helpt. Ja, maar het hielp niet. Nee, het hielp echt niet. Nee. Ik denk dat u beter confronterend kunt optreden in de droom. Dus het gevaar tegemoet treden. En dan dat ook in uw dagelijks leven proberen. Dat u dus werkelijk probeert initiatiefrijk te zijn. En dat u probeert in de contacten opbouwend te zijn. En dan heeft u grote kans dat dat positieve weerslag geeft in uw droom. En Valerie? Ja, bij Valerie, dat lijkt op het eerste gezicht heel bloederig. Maar dat is het niet. Weet je, het is namelijk zo dat het afgewezen worden, dat is veel erger. Ze gaat naar huis toe. Door de moeder, notabene. Het lijkt wel of als ze buitengesloten wordt. Dat wordt ook letterlijk gebeurd in de droom. Ze wordt niet binnengelaten. Ze wordt niet geaccepteerd. En ja, wat is er eigenlijk erger dan dat? Bijvoorbeeld als in dagelijks leven mensen je dood negeren, dan kunnen ze beter onaardige dingen tegen je zeggen. En wat dat betreft lijkt het erop dat de oorzaak was de identiteitsproblemen met Valerie. Maar ik merk dat de droom is van een hele poos geleden, toch? Ja, klopt. Ja, dus wat dat betreft is het nu allemaal oké. En Joke van der Putten, jij bent hier met je dochter, Debbie.
Debbie is 15 en jij wilde iets over die droom van Debbie vertellen. Debbie heeft een droom die heel vaak terugkomt. Inderdaad. Debbie droomt al ongeveer een jaar of acht, dus vanaf haar achtste leeftijd. Een hele akelige droom van een man die er continu achterna zit. Maar die man heeft een zwart petje op. Op een gegeven moment wordt dat petje veranderd in een hoed. Die hoed wordt steeds groter. Nou, Debbie die loopt dus wel in werkelijkheid door bed uit, haar kamer uit, de trap af. Totdat wij ze wakker maken en dan is het over. Nou hebben wij dus via kennis het horen gekregen van pas op, want als die hoed van die man, die wordt op een gegeven moment zo hoog, dan valt die hoed af, die kan niet meer in balans blijven. En dan heeft hij geen moeite meer om die hoed te pakken. Dus kan hij in plaats van die hoed vasthouden haar pakken. En dan zou er in werkelijkheid wel eens iets engs kunnen gebeuren met haar. En die kennis die dat zei, gaf je er nog een advies bij ook? Ja, ik heb dus het advies gekregen om in de kerk een gewijde kaars te gaan halen met een potje gewijd wijwater. Als hij dus die droom had, dan moest mijn man met haar het water laten drinken. Ik moest met die kaars in de kamer, door de deurstijl, alle hoeken van de kamer, bepaalde zinnen opzeggen. Spreuken. En dan zou dat een spreuk en dan zou dat weg zijn. En dan heb ik zoiets van ja, wat doe ik in godsnaam met een kaarsje in de kamer? En, Nou hebben wij hier een Winti-deskundige in de studio, Marianne Markelo. Dit zou misschien een Winti-advies kunnen zijn of niet? Vind je dit onzin? Wat is Winti precies? Winti is een traditionele godsdienst van de Surinamers van Afrikaanse afkomst. Het is ook een levensstijl, ja, waarbij een aantal geestelijke processen wel centraal staan. Dat wil zeggen dat we dus in de Winti ruime aandacht besteden aan het geestelijk welzijn. Wat ook tevoorschijn komt in dromen. Ja, je kunt in de Winti wordt dus heel vaak gebruik gemaakt van dromen en droomsymbolen. Als iemand naar je toe zou komen en die zou je een bepaalde droom vertellen, dan zou je een aantal verbindingen kunnen leggen met de Winti. Want het is een hele goede gewoonte dat wij, ook als we informatie willen, ook aan de Winti vragen als ze ons die informatie via dromen kunnen toesturen. Ja. Wat vind je nou van zo'n advies? Kijk, ik vraag me af, één, als het een echt advies is van een Winti-genezer. Weet ik ook niet. Dat weet ik niet. Wat ik ervan vind, kijk, gewijd water kan wel een functie hebben. Ik bedoel, in een bepaalde opvatting kan gewijd water een bepaald doel dienen. En ja, het drinken van het water, het opzeggen van spreuken. In de Winti gebruiken we dus ook de kracht van het gesproken woord. Dus het zou genezing kunnen brengen. Er zou verandering kunnen optreden. Maar als je dus ook vanuit de andere kant een stukje Winti uitleg eraan zou kunnen geven, dat wil ik proberen, ja, zou je dus ook kunnen zeggen dat je die man zou kunnen zien als Debbie, haar beschermengel. Die man met die hoge hoed? Kan haar beschermengel, ja, zijn. En het kan dat die beschermengel behoefte heeft aan een zekere vorm van waardering. Die hij waarschijnlijk niet krijgt. Dus ze zou eigenlijk minder bang voor hem moeten zijn. Dus ze zou eigenlijk minder bang voor hem moeten zijn. Want als ik via dromen met mijn beschermengel in contact raak, dan vraag ik informatie aan. Ja, ja. En als ik een offer moet brengen om hem goed te stemmen, hem of haar, dan doe ik dat. En het kan zich op deze manier manifesteren als een bepaalde Winti, als te zijn een beschermengel iets van jou nodig heeft. Ook om jou in balans te brengen met jezelf en je omgeving. Heel bijzonder. Wolf, kan je nog iets meer vertellen over de dood in dromen in andere culturen? Ja, ik wil trouwens aantekenen wat mevrouw van Markelo zegt. Is heel interessant. En ik denk dat het vooral goed aansluit bij de belevingswereld van de Surinamers van Afrikaanse afkomst, zoals ze zegt. Zoals er eigenlijk over de hele wereld, hè, door alle tijden zijn er mensen die hun eigen benadering hebben van de droomwereld. Als we teruggaan naar naar voor Christus al, dan hadden de Indiërs een boek, een heel beroemd boek, dat heet de Upanishads. En daarin werd dus geschreven, de Upanishads, ja. Ja, het bestaat nog steeds, het boek, zo waardevol is het. En daarin werd dus ook geschreven over slapen en dromen. Er stond bijvoorbeeld in dat boek dat als je droomde, dan verliet jouw ziel het lichaam. En die ging dus echt naar bepaalde plekken die echt bestonden. Bepaald paard ging er naartoe of bepaalde wegen. En dan was het de bedoeling dat je ziel weer terugkeerde naar je lichaam. Maar
Ze mochten je niet te abrupt wakker maken, want als ze dat deden, dan liep je het risico dat je ziel niet betijds in je lichaam terugkeerde. En dan kon je doodgaan. Ja, dat is geen geintje, volgens hun. Ja, ja. En trouwens, omstreeks dezelfde tijd, maar dan in onze westerse cultuur, de oude Grieken, die hadden ook bepaalde theorieën, hè, over dat slapen en dromen. Hippocrates die vertelde bijvoorbeeld dat als wij slapen, dan gaan we een beetje dood. Want hij vond dat de temperatuur van ons lichaam die werd lager. En daar heeft hij ook gelijk in. Dat is wetenschappelijk bewezen. En hij dacht ook, als iemand helemaal dood is, dan is alle warmte weg. En dat klopt. Een lijk is ijskoud. Hè? Dus die oude Grieken die dachten dat de warmte die ging heel diep hun lichaam in. En dat kon dus tot gevolg hebben dat ze dicht tegen de dood aan waren. En in de mythologie was dus de god voor de slaap, die heette Hypnos. En dat was de tweelingbroer van de god van de dood. Daar werd het onderstreept. En die heet Thantos. Nou, onze volgende gast, hij heeft een hele rijke fantasie. Zowel in zijn werk als in zijn dromen. Peter Faber. Welkom. Voordat ik iets over jouw dromen wil weten, ben ik heel erg benieuwd naar een droom van iemand anders waarin jij doodging. Ik zou een tournee maken door Azië. En ik kreeg in de kleedkamer in Amstelveen een brief van een mevrouw die ik verder niet kent. En die schrijft, geachte meneer Faber, mijn dromen komen vaak uit. En ik droomde dat ik in een rivier, dat ik op een vlot zat, ja. Op een rivier. De rivier werd steeds smaller, werd modderig. En opeens steekt er een voet uit de modder, uit het moeras. Ik pak die voet beet, ik trek hem omhoog. Aan die voet zit een heel lichaam. En dat lichaam, dat was u en u had een stang in uw hand. Ik stuur u deze droom, want mijn dromen komen meestal uit. En je was kijk dood. Maar wat u ermee doet. Ja, ze zei u was dood, ja. En de organisator, die had een Chinese vrouw, ik laat de brief zien. En ze zei, no, don't go, oh, don't go, you'll be killed, cancel it. Ik zeg, nee, ik ben nieuwsgierig, dus ook naar mijn eigen dood, heel stoer. Maar ik dacht, als ik daar in Hongkong, Bangkok, Singapore, Borneo ben, dan zorg ik in ieder geval dat ik mijn technicus bij me heb. Bangkok gebeurt niks, hoewel, er zat een vrouw naast me die zei, zullen we morgen een tochtje maken? Laat ik je de omgeving zien. Dus waar is dat tochtje? Ze zegt, nou, op een rivier. Ik zeg, hoe ziet die rivier uit? Nou, wordt het een beetje smal. Maar ik zeg, nee, dank u. Nou, in Singapore niks, in Borneo niks, in Hongkong niks. De laatste kans was in Jakarta. Ik steeds met die technicus bij me. We blijven in het hotel, gaan niet uit. En we gaan naar de disco in het hotel, maar die is helemaal leeg. En we lopen naar de portier. Zegt, kunt u een taxi bellen om ons naar de dichtstbijzijnde disco te sturen? En die portier zegt, oké, nou, we zitten in die taxi. En terwijl we in die taxi zitten, en die bleef maar rijden, half uur, drie kwartier, dachten we, oh shit, wat zijn we stom geweest. Die taxi stopt in een hele drukke straat, we stappen uit, als twee witte spaarpotten staan we tussen allemaal Indonesische mensen. Daar gaat een deur open, wordt een nachtclub binnengetrokken, pikken donker, stamvol mensen, een lichtcirkel, zangeressen, die zingt, bugadadjang en bugadang. En ik zeg tegen die technicus, oh, wat stom. Hier gebeurt het. Ik had het nog niet gezegd of het licht viel uit, pikken donker. We kruipen over de grond. Ik zeg, Roel, als ze ons niet zien, zien wij hun ook niet. En terwijl we door het gangpad kruipen, hup, het licht weer aan. Gewoon stroomstoring. We zitten er. Er komt een man bij ons zitten. Pilsen komen op tafel. En zegt, I take you to the hotel. Ik zeg, nee. Ik moet heel nodig naar de wc. Ik ga naar de wc. Ik wil leunen. Zo gaat het in de grond. Ik wil leunen. Een stang. De stang. Nou, lang verhaal kort te maken. Op een gegeven moment trekt die danseres mij op het toneel. En zegt, sir, you sing. Jaren geleden was ik in Indonesië geweest en heb ik daar Max Havra gespeeld. En daar kende ik de hoofden van de bak nog van. En ik begon, kapalle, negerile bak, negerikite, miskin, kanne, banjan, kessele, hanjan, kitele, koekan, karnitule, or. Ik krijg een applaus. In het applaus, die technicus en ik, hup, die nachtclub uit. En het hotel was 2 minuten om de hoek. En nou ja, ik denk of die droom was een waarschuwing, dat ik op mijn hoede moest zijn. Ja, of dat ben je geweest. Of als ik die toespraak tot de hoofd van de bak niet had geweten, had ik hier niet gezeten of zo. In ieder geval, later heeft iemand anders, een andere deskundige, heeft die droom uitgelegd. Die zei tegen mij, nou, dat is gewoon een vrouw. Moeras is onderbewust en die voet, erotisch symbool. Nou, die stang is heel duidelijk. En die vrouw had gewoon verlangen naar jou en dat is het. En daardoor heb jij een hele vakantie het heel rustig aangedaan en heel voorzichtig aangedaan. Heel voorzichtig op mijn hoede geweest. Ik ben inderdaad erg op mijn hoede geweest. En zometeen willen we in ieder geval een heleboel horen over je eigen dromen. Ja. Maar dat krijgen we te horen in het tweede deel van Droomland. Tot zo.
Welkom terug bij Droomland. In het eerste deel vertelde droomdeskundige Wolf van den Hoek over de betekenis van de dood in onze dromen. En Peter Faber vertelde over zijn dood in de droom van iemand anders. Maar in je eigen dromen leerde je kindjes vliegen. Ja, want jij zei er straks, als je droomt dat je vliegt, ga je niet de volgende dag vliegen. Nou, ja. Ik zal het sterker vertellen. Ik droomde dat ik een voorstelling had voor kinderen. En ik was die kinderen in de zaal, leerde ik vliegen. En ik gaf zelf het voorbeeld. Ik zei, kijk, als je ademt in en dan vlieg je. En ik kan ook laten zien hoe je neerstort. Kijk, maak ik me druk. En dan adem ik weer in en dan kom je naar het toneel en zo door de zaal, naar het balkon, alles. En die droom was zo sterk dat de volgende ochtend, ik kom uit bed en ik sta voor het balkon. En ik had het gevoel nog zo sterk, alsof er hele gevoelige puntjes op mijn rug zaten. Dat ik dacht, als ik nou een aanloop neem en ik adem in, ga ik zo over het balkon naar beneden, het plantsoen, langs de supermarkt en zo. Dat was zo sterk. Ik heb het niet gedaan, maar... Nee, blij toe. Kun jij me precies zeggen, wat is het vliegen in je droom? Want symbolisch staat het vaak voor ambitieus zijn en drang naar vrijheid. Maar er is ook bewezen dat als mensen een hele ruime ademhaling hebben tijdens hun slaap, tijdens hun droomslaap, dat ze dan eerder vliegdromen hebben. Dus dat legt bij mij de link. Wat je vertelde, je was met ademhaling bezig. Het had ook bezig. Met mijn adem te maken. Ja. En dat gevoel had ik 's morgens ook. Dat één zuchtje en ik ben... Ja. Nee. Dus zo zie je hoe een invloed van buitenaf, hè, in dit geval je ademhaling, kan doorwerken in je droomverhaal. Ja. Je hebt ook een gruwelijke droom gehad, hè, toen je een jaar of 14 was. Ja. Ik sta in een korte broek in een weiland. Aan de overkant van de sloot staat een koe. Gewoon. En ik sta zo te kijken en ik zie tussen de poten van die koe een zwarte slang. Die zwarte slang komt naar de slootkant. En ik zie die slang zo door de sloot naar de overkant zwemmen. En aan mijn kant, vlak aan de kant van de sloot, loopt een heel klein schildpadje. Ik denk, goh. En die slang komt dichterbij, die bek gaat open, pakt dat schildpadje. En die slang glijdt omhoog tegen me op. Nou, in je droom ga je schreeuwen, maar er komt geen geluid. Maar je mond staat wijd open en die slang met schildpad en al verdwijnt in mijn mond. En ik denk, dit kan niet, maar die koe, en wolken, alles heel rustig. En de volgende ochtend werd ik wakker met een ontzettend dikke kop. Letterlijk. Ja, kiespijn. Ontzettend opgezet hoofd. En dat, nou, het had weer allemaal heel gevonden. Dat is een heel ander verhaal. Maar ik vond dat een heel... En dat heeft ook... Nou ja, leg jij het maar bij. Je vertelde dat je 14 was. Ja. Hè? Nou, dan begint toch meestal je puberteit. Ja. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat dat kleine, lieve schildpadje staat voor jouw kinderjaren. En die slang voor de puberteit. En het is alsof die kinderjaren worden opgevreten door de puberteit.